Kotterink, wat gaat er op 18 september gebeuren? Wat zullen ze om Corda betreft? Wij gaan zingen op Almelo op het Rabat. Voor het eerst een event, voor ons is dat helemaal nieuw. En we gaan buiten zingen. En dat doen we dus bij het theaterhotel. En daar moet een heel mooi terras zijn. En op dat terras gaan we dan zingen. En het programma bestaat uit bekende koorstukken. Bijvoorbeeld Halleluja Koor van Händel. Of Ave Maria, Ave Verum Corpus van Mozart. En bijvoorbeeld Carmini Burana. Dat hebben we hier nog nooit eerder gedaan. Dus het wordt een heel, ja, laten we zeggen, een gevarieerd klassiek programma. Hoe lang gaat dat ongeveer duren? Alles met elkaar, denk ik, 20 minuutjes. Het is niet zo lang, alleen wel echt heel boeiend, denk ik. En hoe laat mogen de mensen toestromen? 3 uur gaan we beginnen. En als het wat later wordt, dan wachten we nog eventjes natuurlijk voor de grote stroom mensen. Daar nemen we dan even wat tijd voor. En dan beginnen we gewoon met het programmaatje. En als we tijd over hebben, doen we het gewoon nog een keer. Zullen ze Corda nog meer zangers gebruiken? Jazeker. Susan Corda kan altijd weer zangers gebruiken. En ook zangers die natuurlijk ook vooral van de klassieke muziek houden. Maar we doen ook wel eens een keer wat anders. Dus schroom niet. En kom bij Concertkoor Susan Corda Almelo. We zingen voornamelijk klassiek. 12 november ook nog het Weinigs Oratorium. En daarna gaan we meteen door met het Matthäus-special van Johann Sebastian Bach. Zoals u misschien wel heeft gelezen in de krant. Dit jaar is het Bach-jaar voor Susan Corda. En dat betekent dus dat we met de Matthäus-special ook weer kansen hebben voor projectzangers. Die kunnen meezingen in alle stemsoorten. Maar u weet, snap wel, dat de tenor en de bas toch altijd wel heel bijzonder zijn.